Hallo, welkom. Leuk dat je kijkt. Ik heb weer een aantal nieuwe filmpjes opgenomen met tips over het publiek. Ja, het publiek is heel belangrijk en veel mensen vinden het soms lastig om voor het publiek te staan. Dat hoeft het helemaal niet te zijn. Dus ik ga je een paar tips geven waardoor jij je hopelijk meer op je gemak voelt als jij voor het publiek staat. Als je deze tips volgt, als je hieraan denkt, zal het een stuk makkelijker worden om je verhaal te vertellen aan een groter publiek. Veel plezier, veel succes met de tips. Het publiek is soms ook wel een beetje angstig. Ze denken dan van, misschien begrijp ik het niet goed. Mag ik wel een vraag stellen? Kan ik wel praten? Mensen in het publiek, die weten soms ook niet wat ze moeten doen. En het is gewoon heel leuk als jij je openstelt voor het publiek en zegt of aangeeft van, nou ja, als jullie vragen hebben tussendoor, steek je hand gewoon op en dan beantwoord ik die. Of je zegt, ik wil eerst even iets uitleggen en aan het eind heb ik tijd voor vragen. Dan weten ze waar ze aan te houden zijn, dan maak je het duidelijk voor ze. En dan zitten ze daar zelf ook veel meer ontspannen. En voor jou is het ook veel ontspannender. Want dan kan je gewoon lekker praten en aan het eind vragen beantwoorden. Of als het bij je past, dat je zegt, jongens, ik ben aan het vertellen, maar als je iets te vragen hebt of je hebt een opmerking tussendoor, steek je hand op en hup, alles komt binnen. Precies wat bij jou past. Zo, en als je nu denkt, goh, dat is interessant. Ja, ik wil er wel meer van weten. Ik wil eigenlijk iets vertellen. Ik heb een verhaal, ik heb een lezing, ik heb een idee over iets wat ik wil doen. Maar in mijn eentje vind ik het een beetje lastig. Nou, mail me dan naar dit e-mailadres info@gebarenrijk.nl en ik mail jou terug en we kunnen eens kijken wat ik voor jou kan betekenen. Kan ik je misschien helpen met iets of kan ik je tips geven? Kan ik je begeleiden met de stappen van het verhaal naar de presentatie, naar hoe presenteer ik met lichaamshouding, mimiek, stem en doeltreffende gebaren? Ja, ik hoop dat je daar iets aan hebt, dat je contact opneemt als je denkt, lijkt me leuk, daar wil ik iets in doen. Tot ziens!